Goedendag, we gaan hier een kapelke maken voor de gemeente Stein. Hier kun je het metselwerk bestaan en een kolom met een achtzinnige plaat, met de dijkje boven nog op, rolluisjes twee met twee kleine penantjes. En de dekkend is dan eigenlijk het altaar gezien. Het wordt een broene steen met grieze hartstein en een zinken dijkje. Wat moet ik nog meer hierover gaan vertellen? We staan hier bij restaurant Ruimzicht voor het volgende project met het herplaatsen van het kruisbeeld. Wie besteedt meneer Lee van Mulken? Meneer Lee van Mulken deed het project begeleiden namens de stichting Kleine Monumenten Steen. Geer zit ook lid bij die stichting? Ja, ik ben zeker lid. Ik zit in de bestuursleer. We zijn allemaal bestuursleer eigenlijk. Daar ben ik zeker lid van, ja. En Geer hebt nu dat ontwerp gemaakt voor dit project? Ja, we hebben gekeken naar het vorige, wat die stond, het vorige monumentje. En daar hebben we van foto's gehad kunnen ontdekken en hebben we daar het ontwerp nog gemaakt. En daar heb ik op getekend en dat is even nu bezig. Ja. En wat is de reden waarom dit opnieuw moet worden gemaakt? Ja, dat is omgereden, vernield door die vrachtwagens waar die stonden. En weer als Stichting Kleine Monumenten, weer zin voor het behoud van kruizen en kleine monumentjes in Steen. En dat is er één van en dat is ons doel voor dat weer opnieuw op te richten. De doelstelling nu is om het ook inderdaad hufterproef en vooral vrachtwagenproef te maken. Ja, dat is de bedoeling. We gaan hier nog een strang kitsel zetten tot die wagens er niet tegenop kunnen. Maar ja, dat wist nooit wat straks gebeurt. Maar het is de bedoeling dat het dus hufterproef is. Ja. Ja. En je hebt de maquette in de hein van wat het gaat worden. Kun je in de kort even uitleggen hoe het er ja, moet gaan uitzien? Ja, zo wie het hier op zit eigenlijk. Alleen dat boveltje erop, dat heet vervallen. Omdat het anders te hoog wordt. En het wordt een beetje langer gemaakt. Maar voor de rest is het eigenlijk zo wie het hier op zit eigenlijk. Dus in grote lijnen is dat het ontwerp. Ja. Dankjewel. Dat zal ongeveer de hoogte moeten zijn. Dit wordt dan het dak, hè? Ja, dat is het dak zo, hè? Dak, ja. Dat is de boog van de nis. Ja. Het kruis onder het dak. Thank you.
Ja, we hebben nu in de jelle tijd het proces gevolgd van het opbouwen van het nieuwe beeld. Pieter is een van de initiatiefnemers, voorzitter van de werkgroep. Wat is de geschiedenis van het beeld? We moeten in elk geval teruggaan tot de jaren 30 van de vorige eeuw. Toen is inderdaad dat kruisbeeld, elk geval het devotiekruisbeeld, zoals we dat noemen, opgeboet. En toen stond het in elk geval aan de kant van de weg. En dit wordt hier een boerderij van boer Evers. En die heeft dus dat kruis in zijn tuin laten plaatsen. Op een gegeven moment is er een reconstructie van weg gekomen. Want we zitten hier op het kruispunt van de weg. Van Maastreeg, zeg maar, naar Zittert. En van Eilse naar Gelein. En op dat kruispunt moest de weg gereconstrueerd worden. Toen is dat kruisbeeld, wat in feite de achterstong, naar deze hoek verplaatst. En op deze hoek terecht gekomen. En we hebben dus aan de overkant, waar nu het tankstation ligt, daar is vroeger het Rood Hoes geweest. En dat Rood Hoes, dat is in 1971 afgebroken. En de schuur die overgebleven is, die is later gebruikt worden als restaurant Ruimzicht. Waar nu al die chauffeurs inderdaad door de wijk komen eten. Dat is duidelijk, denk ik. En dit wordt in feite een jelle verwaarloosde hoogend weer. En op een gegeven moment is dus dat devotiekruisbeeld hier door een enorme vrachtauto omvergereden. En het heeft hier eigenlijk tientallen jaren in puin gelegen. De restanten waren immer nog zichtbaar. En deze ganse hoek hier, waar we nu staan, dat wordt een grote chaos van groen. Nou, we hebben in 2009, 2010 toestemming gevraagd aan mevrouw Salari, eigenaresse van dit stukje grondgebied. En die is officieel toestemming gegeven in 2010 om dat devotiekruisbeeld opnieuw op te bouwen. Geweldig natuurlijk dat die vrouw de achterstond, want die vindt het nog geweldig. In elk geval, toen zijn we begoos en op dat moment ontstond een heel stroperig en langdurig proces met de gemeente Steen. Ik mocht dat best zeggen, denk ik, want het heeft heel lang geduurd, voordat we in feite in 2016 de toestemming kregen en de vergunning kregen om dit devotiekruisbeeld op te bouwen. In 2016 kregen we weer een tip om een stuk een kalm met een voormalige wethouder en burgemeester van een andere gemeente. En die hebben een hele goede tip gegeven. Toen heb ik een brief geschreven naar het college van burgemeesters en wethouders in Steen. En toen hebben we weer gezegd, Stichting Kleine Monumenten, we willen dat devotiekruisbeeld bij Ruim zich toch gaan opbouwen. En vooral Leven Mulke heeft daar van werk voor gedaan. We hebben samen de papieren ingevuld, al foto's gezocht, begroting gemaakt, tekeningen gemaakt, sketches gemaakt, allemaal dankzij Leido. En daar heeft hij van werk verricht. En toen zijn we bij de welstandscommissie moeten komen. En dat vond je een zeer luisterend oor, mogen we zeggen. Die stonden er heel positief tegenover dat we dit in elk geval gingen opbouwen. En in januari 2017 hebben we dan eindelijk de vergunning gekregen om hier te beginnen. En dan doet het nog een tiertje natuurlijk, want we moeten alles regelen om hier de zaak te gaan opbouwen. En we zijn dus in oktober, november eigenlijk pas begonnen met de opbouw van dit devotiekruisbeeld. We hebben een hele goede metselaar gehad. Die heeft dat schitterend opgeboet, want dat is een heel lessig karwei om dat hier zo op te boeven. We hebben ingezocht naar een goede voger. Leven Mulk heeft zelf het dekje gemaakt. En de gemeente Steen, mogen zeggen, hij is op een gegeven moment heel goed geholpen om deze hoek op te knappen. Die hele molgoed moest veranderd worden. Ze hebben gezorgd voor een bank. Ze hebben met medewerkers hier gezorgd dat dat fijn bestraat wordt. Ze hebben grote pulkjes gezet en dikke klauwen lijkt me neergelag. Zodat die vrachtauto's die langskomen in elk geval, hier was dat niet, weer er nu kan rijden. Aan de achterkant hebben we ook grote pulkjes gezet, ijzeren puil. Die staan flink diep in de beton om in elk geval de vrachtauto's die terugrijden hier door de wijk te beletten dat ze ons het weer opnieuw gewoon omverrijden. Dus ik hoop in elk geval dat het heel lang mag staan. We hebben op een gegeven moment Jan Boers, firma Jan Boers, heeft dus een houten kruis gemaakt, een oude heet de Eiken Kruis. We hebben bij Ton Meijers deze prachtige corpus op de kop getikt en dankzij Leo hing dat hier nu allemaal fijn op. En ik denk dat we hier met een heel tevreden gevoel op mogen terugkijken. Het is denk ik een schitterend eindresultaat geworden. Het wordt een beetje demotiverend het proces. Het heeft heel lang geduurd. We hebben 6-7 jaar erop moeten wachten. Maar ik denk dat het wachten zich geloond heeft. En dat we hier trots mogen zijn op een geweldig eindresultaat. Ja. Piet, dan heb ik toch nog een afsluitende vraag. Hè? Uiteraard, het is een heel proces geweest, Sessen. Maar daar hing natuurlijk dan ook een prijskaartje aan. Hè? Er hing inderdaad een prijskaartje aan. We houden het in de jaren 2009, 2010 begroot op ongeveer 7.500 euro. Nou, ik denk dat het per kans ongeraf keer zo duur is geworden. Zo. Maar goed, we hebben in elk geval geld ook gekregen van de gemeente op een gegeven moment voor projecten te doen. En we hebben ook uiteraard een kleine reserve opgeboet door al dat vrijwilligerswerk dat onze mensen doen. En dan kunnen ze dus uiteraard zoiets nog realiseren. Ja. Maar zonder geld gaat het niet. Nee. Oké, chapeau in ieder geval voor de lui wat dat allemaal opgezet hebben.
vooral doorgaan, hè, want ik bedoel, dit moet toch bewaard blijven voor ons nageslacht. Ons kinger en ons kleinkinger weer. Chapeau en verwachten nu even de inzegening af. De inzegening vond uiteindelijk plaats op vrijdag 12 januari. Onder het toeziend oog van een groot aantal genodigden, waaronder mevrouw Salari, eigenaresse van de grond, en een afvaardiging van het gemeentebestuur, zegende pastoor Achten een devotiekruisbeeld in. Om slechte, om het mysterie en het lijden van Christus en de eeuwige vreugde van de vrijstens bereikt door Christus onze Heer. Zegen de Heer het kruis. Dan hebben we uiteraard oog en dan kan je niet meer als te pas dit een bloemstuk. Ik kan gewoon mevrouw Salari vragen, eigenaresse van dit gebied. En misschien geassisteerd door Huub of door Lee het bloemstuk neer te doen leggen. Henk Helwig en zijn vaste muzikale begeleidster Anke Thijmessen luisterden deze officiële plechtigheid op met enkele prachtige liederen. Het bestuur van de Stichting Kleine Monumenten noemt met name dit project een kroon op hun werk. De voorbereidingen heeft enkele jaren in beslag genomen. Maar de culturele nalatenschap van dit monument is zeker gewaarborgd. De stichting heeft weer een waardevolle bijdrage voor de gemeente Steen geleverd. Ja.